Een eenvoudig leven. De ruige natuur. Slapen onder de sterren. Kevin is een buitenmens. Wow, 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 Kevin. Waar ga je naartoe? Kevin gaat naar een hotel. Een hotel? Ja, maar dat staat niet in het script. Oh, ik snap zijn keuze wel, hoor. Neem nou Sophie. Sophie? Dit is een film over Kevin in de wilde natuur. Sophie is kind aan huis in dit hotel. Ze vergadert hier in alle comfort. Tenzij die Kevin van jou haar onderbreekt. Vergaderen? Dat is niks voor Kevin. Hij moet de beest uithangen. Ja, krachtpatser. Zo ken ik je weer. Volgens mij geniet hij ook wel van even helemaal niks doen. Toegegeven, dat ziet er relaxed uit. En dan heb je de menukaart nog niet eens gezien. Oh, dus Kevin hoeft niet zelf zijn eten bij elkaar te sprokkelen. In dit hotel kun je ontbijten, lunchen en dineren. Daarnaast is er iedere zondag een gezellige brunch. En tijdens de feestdagen kunnen gasten hier genieten van uitgebreide buffetten. Hé, zullen wij ook wat bestellen? Ah, de bar. Hier ben ik thuis. Hoeveel bieren op de tap? 7. Maar vergeet de heerlijke cocktails niet. Of is Kevin daar te mannelijk voor? Nee. Neem jij het vanaf hier over? Ja, normaal baddert Kevin in een beek. Maar dit ziet er toch een stukje comfortabeler uit. Kevin moet zich hier wel thuis voelen. Hij bevindt zich namelijk in het meest duurzame hotel van Nederland. Goed voor het milieu en goed voor de mens. Goh, Van der Valk Hotel Nijmegen Lent. Verrassend vanzelfsprekend.